Op 14 april 1945 bevrijden de Canadezen Harkstede en omgeving. Op 5 mei was uiteindelijk heel Nederland bevrijd. Na 75 jaar bevrijding was het in 2020 tijd om onze vrijheid te vieren. Door de komst van corona hebben geplande fysieke activiteiten enig uitstel gehad. Er konden geen bijeenkomsten gehouden worden. Maar tussentijds werd gestaag doorgewerkt aan het vastleggen van onze lokale historie. Met het verzamelen van materialen, het optekenen van gebeurtenissen en vastleggen van verhalen. Tweede Wereldoorlog, ja, wij zeggen hier in Nederland altijd, of ook in onze regio, mei 1940. Maar eigenlijk begon het natuurlijk al in 1933, toen Hitler aan de macht kwam. En ja, hij begon met een opbouw van een gigantisch leger. En vanaf dat moment, ja, kan je eigenlijk zeggen dat het begin van de Tweede Wereldoorlog al aan de gang was. In Nederland bleef het vrij rustig en men hoopte als er ooit oorlog weer zou komen, dat het weer precies zo zou gaan als met de Eerste Wereldoorlog. Dat Nederland mooi neutraal zou blijven, maar dat zou heel anders blijken. Gezien de inval door de Duitsers in Polen, 1 september 1939, verklaarden ook Frankrijk en Engeland en natuurlijk ook de andere landen de oorlog aan Duitsland. En ja, vanaf dat moment ging het heel snel. Want vanaf september 1939 was al sprake van een mobilisatie van de Nederlandse troepen. Door heel Nederland verspreid. Denk maar aan de Moerdijkbrug en denk maar aan de P-linie. Denk maar aan zelfs hier bij de grens, hier in Groningen. Afsluitdijk, noem maar op. En vanaf dat moment ja, was Nederland in die zin paraat. Alleen kijk je dan naar de inval ook in mei 1940. Ja, het Nederlands leger. En niet alleen het Nederlands leger, maar ook het Belgisch leger. En het Franse leger en eigenlijk ook de Engelsen, die werden helemaal niet opgewassen tegen een enorme strijdmacht die al in Duitsland vanaf 1933 was opgebouwd. En dat is niet alleen het leger zelf, maar dat is ook de luchtmacht en dat is de marine. En in Duitsland had je dan de Kriegsmarine en de luchtmacht was de Luftwaffe. Ja, die waren veruit superieur met en de manschappen, hun toestellen, hun opleidingen, et cetera, et cetera. Dus als het ware op 10 mei kan je ook zien aan Nederland. Ja, we werden min of meer volledig onder de voet gelopen. Ik vind het altijd wel leuk, want ja, je hebt het wel over de Tweede Wereldoorlog. Maar dit zijn toch items die bij die oorlogsperiode behoren. En om maar een voorbeeld te zien, dan zie je hier manschappen van de Duitsers op de Grote Markt in Groningen. Dat is al op 10 mei 1940, waar ze met hun voertuigen staan. Met de manschappen, die spreken wat met de bevolking. Nou, hier zie je nog een manschappenjasje met een kepie. Hier zie je nog een Nederlandse helm, dat is ook heel interessant. Hier zit nog de leeuw op. Maar bij de gevechten op de Grebbeberg bleek dit een mikpunt te zijn. En dat wisten de Duitsers toen al, om hun kogels midden op die leeuw te richten. Want dan drong die door en de helm, de kogel. Want was dat plaatje eraf, dan ketste die in de meeste gevallen eraf. Dus er zijn tijdens de gevechten in de meidagen 40 heel veel Nederlandse soldaten geweest. Die met hun zakmes of een schroevendraaier die plaat er hebben afgehaald. Voor zover ze het wisten natuurlijk. Hier zie je ook nog weer een Nederlander, die is dan van de wielrijders. Er komt bij, ja, mei zeg maar, alle uniformen 38, 39, 40. Het is eigenlijk vrij zeldzaam spul en er is maar vrij weinig meer ook van overgebleven en ook nog verkrijgbaar. En is het wel verkrijgbaar, dan zijn het vaak voor behoorlijke prijzen. Hier zie je nog een muziekinstrument die ook door de Nederlandse manschappen is gebruikt. Er staat ook nog in.
En ja, zo zie je hier dus tal van items, mobilisatie, met name die periode van september tot mei. Ja, toen waren de manschappen, die zaten min of meer te wachten tot hetgeen zou komen. En hetgeen zou komen, ja, bleek wel op de 10e mei in de vroege morgen, toen de Duitsers Nederland ook binnenvielen. Dat was voor ons het begin van de Tweede Wereldoorlog. In Harkstede en omgeving wonen nog overlevenden. Zij halen hun herinneringen op over de Tweede Wereldoorlog. Wat ze zich er nog van kunnen herinneren. Welke gebeurtenissen blijven de indrukken nagelaten hebben. Hoe zij aan de ene kant angst beleefden, maar ook leuke, bijzonder en zeker ook avontuurlijke gebeurtenissen beleefden. Ze waren in die tijd immers nog maar kinderen. Ik ben Jacques Flux. Ik woon momenteel in Siddeburen, maar voorheen en geboren hier in Lageland, op de Lagelandsterweg 1, op 30 december 1933. En ik ben hier altijd woonachtig geweest in deze streek, ook naar de lagere school geweest en heb de begin van de oorlog meegemaakt vanaf 1940 tot de bevrijding. Maar de bevrijding hebben wij meegemaakt in Stootshorn, omdat wij vanwege de unitatie moesten vertrekken naar vanwege de Duitsers. Moesten wij weg. Dus zodoende kan ik van de bevrijding weinig meer herinneren. Alleen wel dat ik het begin van de oorlog, 1940, werd weinig over gesproken over de oorlogsdreiging, ook bij ons thuis niet. Maar wij waren nog kinderen, ik was toen 6 jaar. Maar ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat wij met 2, 3 man, kinderen achter in het land aan het spelen waren, achter de boerderij. En toen zagen wij ineens vanaf Lureweer een groep Duitse soldaten komen, bepakt en bezakt, op de fiets richting Groningen. Nou, dat kreeg je onmiddellijk het idee van, ja, nu is het toch echt oorlog. En wij zijn toch wat benauwd naar binnen gerend. En er werd gezegd, ja, die mensen die doen je niks, maar de schrik zat er toch in min. Dus dat was de eerste beleving die ik in mijn herinnering heb van het aanvang van de oorlog. Ja, nou, ik ben Heine Knollemaar en ik ben geboren in Harkstede Scharmer. En ik was 5 jaar toen de oorlog uitbrak. Ik heb er niet zoveel herinnering aan. Mijn vader die was in die tijd nog in de militaire dienst. En die kwam af en toe eens thuis, maar de laatste tijd voordat de oorlog uitbrak duurde dat veel langer. En op een gegeven moment komt hij thuis en zegt, de eerste tijd kom ik niet weer direct weer thuis, want het is de mobilisatie, ik mag niet weg. Dus op dat ogenblik was het niet best. Hij is een hele tijd weg geweest en toen de oorlog dan afgelopen was, kon hij niet naar huis, want er was geen vervoer meer. En zijn ze met een aantal noordelingen zijn ze met een vrachtwagen en een ander vervoer zijn, en het laatste stuk nog op een paar geleende fietsen zijn ze weer thuisgekomen. En dat was op een bepaald moment was dat een hele beroerde gewaarwording, want er was niks meer. Hij kon ook alleen zijn werk thuis doen. En er kwam nog bij dat een poosje nadat hij thuis was, kwam de bericht dat alle soldaten die moesten weer zich weer melden, want die moesten in krijgsgevangenschap naar Duitsland. Nou, hij zegt, maar dat doe ik nooit. Dan ga ik wel ergens onderduiken. Maar gelukkig was dat niet nodig. En werd die
die hadden, dat werd weer herroepen, dat hoefde niet meer. En nou, zo zijn wij eigenlijk, voor zover ik me nog kan herinneren, de oorlog ingegaan. Nou, mijn papa fietsen dus. En mijn pa die wilde zo groot om, dat doet ze nooit meer, maar die ging alle vorderen. Dan hebben ze de fiets op dek ingelegd. Maar als je dan achter de weg opluipt, dan zijn ze liggen. Dus eerst dan die pa, wat maakt de fiets op dek? Niks meer, jong. Ik zei, dan moet je op weg denken, doet ze zijn. Als je verder bent, zei ik, het is maar beter, en ben je slooggoed. En mijn pa zei, ben je slooggoed. En doet ze geen, de fietsen hebben bij om. Ik ben nog nooit kwijt geworden. Toch kan ik ook een grappig voorstel voor vermelden. Op de weg naar terug van de FX kreeg vader een lekker band. Fiets op de kop aan de rand van de weg. Water halen uit de sloot in het gat om een gat te ontdekken. Toen kwamen er een stel jeugd voorbij. Lopen en begonnen te zingen. Lekker band, gooi de fiets maar aan de kant. Is u nog gaat, waar u op gaat. Surrogaat was een massieve band gemaakt van een autoband. En dit was het verhaal wat mij is bijgebleven na 83 jaar. Toch nog een opmerking van de laatste tijd. We komen wel eens in Duitsland bij een kennis. Ik vroeg, hoe kon het nou zover komen? Hij zei, er was ons als jonge mensen, er was ons geen ontkomen aan. Geen praatjes. Geen praatjes voeren en bevelen direct opvolgen. Als je ging tankpraten, dan was het heel dik mis. Hij vertelde, ik had twee ooms. De een is gesneuveld in de oorlog. De ander is niet in de oorlog geweest. Hij vertelde in de rond, was Hitler maar weg. Hij maakt niets anders dan alles kapot. Zelfs ons eigen land. Resultaat, verraden. Om de uitspraak en te dood veroordeeld. Heel erg. Flux. De dorpen Harkstede, Scharmer, Woudbloem en Lageland waren in die tijd kleine en landelijke gemeenschappen. In de dorpskernen trof men woningen, winkels en industriële nijverheid aan. Zo stond in Woudbloem een coöperatieve aardappelmeelfabriek die de Woudbloem heette en in Harkstede stond aan de hoofdweg aardewerkfabriek Confido. Daar vonden vele arbeiders werk. Tussen en om de dorpen waren veel boerderijen, groot en klein, in een uitgestrekt gebied. Er was zowel veeteelt als landbouw. Maar de landelijke omgeving bood ook brandstof. Ja, het was woensdagmiddag en nou, tegen uur of vijf kwam een kappel Duits naar 80 man ongeveer op de fietsen. Allemaal een paar fietsen ook. Met elpen op en geweer op nek. We waren bij toonbank als kinderen zijnde. En toen in die stad is enorm groen, enorm veel vochten toen. Maar twee bij de dag minder, daar konden we ook als kind zijn. Maar wie hier in het land, we hadden alles wel een beetje vuurrood, met de steden vergeleken, zeg maar. En dat is in 1942 is dat echt begonnen, bouwen op de bonden en zo. En ja, toen ging het op het einde moest bezuinigd worden. En als kind zijn er een begripje er altijd uit. Maar mijn ouders net de stoel met wie wij nacht kinderen thuis. En mijn oudste zuster die was toen al 18 jaar. En die dan bij Van Gelder en Stad, exportslagerij. En van dan en ander, alles bij minder. Bussen reden al veel minder als toen in de Vuuroorlog. En alles ruik op een duur op. Maar we hadden niks te mappen. We hadden ook wel een grote zoon bij ons. En mijn pa die was oeslachter. Die slagen bij ons daar al bij de mensen. En de stilslagen die er ook bij. Maar. Ik ben Aaltje Brink, Westerdiep, geboren 24 september 1933. En ik woon in Harkstede. Nou, en daar heb ik mijn hele leven al gewoond. En van het begin van de oorlog kan ik me niet zoveel herinneren. Ik was nog maar 7 jaar dus. Maar later, ja, daar maak je van alles mee. Ze maakten een tankval bij de boerderij van Groenhof, weet ik nog wel. En dat vind je dan als meisje vind je dat heel raar.
En later, ja, toen gebeurde er heel van alles, hè. Toen moest mensen de fietsen inleven. En toen was mevrouw Ioma, die was naar haar man toe om koffie heen te brengen. En die kwam terug. En toen net bij ons voor het huis werd ze aangehouden. We daar liepen net een paar Duitsers. En toen hebben ze haar geslagen. Nou, op de armen, tegen de billen aan. Ze moest haar fiets laten staan. Zij wou de fiets. Dan konden ze daarmee verder. Nou, daar hebben ze, heeft mijn moeder met mijn oma zelf gezien. Dus daar hebben ze zo vaak verteld dat ze het verschrikkelijk hebben gevonden. Dat was heel dramatisch. En toen ik thuis kwam van school, kon ik dat natuurlijk ook aanhoren. Oh ja, wat ook nog interessant is, dat was ook nog wel mooi om, even, om te vertellen. Er was een smid in het dorp en zijn schoonzoon had een boerderij op de Hamweg. En nou, met die inundatie dacht die smid, ik wil eens eventjes kijken hoe de boel erbij staat. En die gaat op een morgen gaat die daarheen. Maar dat was net op de morgen dat de geallieerden, de Canadezen, hier het dorp binnenkwamen. Dus hij komt op een gegeven moment, komt hij daar weer van die boerderij vandaan. En ja, daar staat een jonge Duitse soldaat en die staat met geweer voor hem. En die zegt, Farad. Ja, hij zegt, maar ik ben toch niet gek. Hij doet een greep en hij grijpt dat geweer. En nou, het was nog een jonge jongen, dus hij grijpt dat geweer en haalt hem af. En hij geeft hem een schop in zijn achterwerk. En wegwezen jij. Nou, dus, die gaat op de vlucht. Nou, hij zit goed en wel weer op de fiets. Met het geweer op zijn nek. En ja hoor, daar komt er een tweede. En die staat ook met geweer voor hem. Nou, hij denkt dat is ook wat. Maar hij doet net of hij de fiets af wil geven. Maar tegelijk pakt hij ook dat geweer van die jonge vent. En geeft hem een hijs tegen zijn hoofd met dat geweer. En ja, die gaat ook aan de loop. Dus hij, de beide geweren kruislings op zijn rug. En nou, hij fietst weer richting huis. Maar inmiddels waren de Canadezen in de bocht op de Hamweg. En die stonden met een verrekijker rond te kijken. En ja, op een gegeven moment zeggen ze, hé. Want de smeden hadden in die tijd allemaal, tegenwoordig zijn het overals en zo, maar toen hadden ze allemaal zo'n blauwe kiel en een blauwe broek aan. Dus op een afstand leek dat precies een Duitse soldaat te wezen. En zagen de Canadezen, die zagen hem aankomen en die draaiden meteen de mitrailleur in zijn richting en richten op hem. Maar bij goed geluk was er een jonge man die in Groningen naar de HBS ging en die Engels kon. En die springt ervoor en die zegt, ho ho, dat moet je niet doen, want dat is onze dorpssmid. En ja, maar hij heeft twee geweren. Ja, maar het is onze smid. Nou, dus. En ze laten de man rustig aankomen en ja, zo gauw hij bij de tank was, springen er een paar af en die grijpen hem de geweren van zijn rug en die worden meteen op de tank kapotgeslagen en in de sloot gegooid. Walmbloem, 20 mei 2021. Namens een gezelschap die mij vroeg om wat te vertellen over de oorlog. Omdat ik in 1943 nog maar 5 jaar was, weet ik er niet zoveel van, maar wel iets over een grote Duitse legerwagen waarvan een officier reclame maakte voor Duitsland in NSB. Hij hield een toespraak over dat iedereen lid moest worden van het partij. En zo was hij ook, en wees naar mij. Ik dacht wegwezen naar moeder, want dit komt helemaal niet goed.
Even later was vader bezig bij de weg. Kwam er een Duitse, kwam er een man op de fiets voorbij. Hij zei, Flux, het gaat naar goud met het Duitse leger en het Oostfront. Ik durf het ons niet te vertellen. En ik durf het ook niet te zeggen, maar ik hoop dat ze doelen hartstikke verluizen. Verder niks zeggen, Flux, het kan te veel wezen. Nou verder naar 3 mei 1943. Hij werd gestaakt op de fabriek, maar het was over. Maar dit was jammer genoeg niet doorgegeven. Er kwam weer een open auto met Duitse militairen, plus minus 8. Aan beide kanten 4, met de gezichten naar elkaar toe. En in een volledige bepakking met de geweren voor hen, heel eng. Bij de fabriek sprongen ze eruit en gingen op een ren op zoek naar de familie Kleisman. Egbert Thoma, nog maar 23 jaar in pas getrouwd, en Cornelis Scholtens. 4 mannen moesten ze hebben. En er werden ook nog werknemers geschopt en geslagen. Scholtens zag ze aankomen en verborg zich in een sloot tussen de riet. Ze zochten verder. Bij ons voor het huis stond vader met zijn knecht en ik stond met moeder achter de raam. Moeder stond te houden, want ze wilden onze knecht meenemen. En vader moest zo overreden dat hij niet bij de fabriek hoorde, om niet op de fabriek werkte en dat lukte. Maar toch wilden ze hier een man hebben, in een huiszoeking doen. En vader zei, doe dat maar daar hadden ze geen tijd voor. Op de duur zijn ze met 3 mannen vertrokken, maar ze kwamen de volgende dag terug met de 8 militairen in de overvolle wagen met de drie mannen erin. En toen gebeurde het. Er klonken schoten. Vader zei, dat gaat iets vreselijk verkeerd. En zo was het ook. Doodgeschoten en meegenomen naar Appelbogen bij Glimmen. En daar begraven en nooit weer teruggevonden. Nu ga ik verder in mijn herinnering naar 1944. Ik kom van school. Ik ga spelen in de schuur. Mijn buurmeisje Rieke Buurman was er ook. We wilden naar binnen in de stal. Maar alle deuren waren gesloten. In de schuur straalde een lampje naar buiten. Door een vierkant gat. Achter de deur hoorden we wat gestommel en gepraat. Weg, zei ik, Rieke. Ik klim op een pak stro. Ik kijk naar binnen. Door een gat. Hier bij de lamp. En wat zie ik? Rieke, ze zijn een varken aan het slachten. En toen kwam pa naar buiten. Die had ons gehoord en zei, denk erom, vertel niemand wat je gezien hebt. En Rieke, hou je mond ook thuis. Een paar maanden later wordt er nog meer risico genomen. Er worden aasschapen, clandestien geslacht voor de schippers. Die liepen de hele dag met immers en mannen naar hun schip met het vlees. Doodgevaarlijk. De volgende dag controle in het dorp. De inspectie had iets gehoord, maar ze konden niets vinden. En ze wisten ook niet precies wat overging. In de dag in dag uit vliegtuigen in de lucht. Op weg naar Duitsland. En terug. Het gebrom ging de hele nacht door. Je kon er niet van slapen. Plus minus 855 bommenwerpers en plus minus 300 jachtvliegtuigen om ze te beschermen. Ongeveer 50 keer nooit weer terug. Naarmate de oorlog vorderde, werd deze steeds meer voelbaar. En ook duidelijk te horen. Er vlogen dag en nacht vliegtuigen over het gebied. Veelal bommenwerpers. Dat gaf vele waai en de inwoners moesten zich daarvoor hoeden. Ja, nou, en waar had je nog meer? Verduisteren. De Duitsers die waren bang als je licht naar buiten straalde, dan gaf dat een teken aan de geallieerden als die erover vlogen en zo, dat alle ramen moesten potdicht zitten. Nou, en op een gegeven moment was het ook nog zo, als je een varken wou slachten, dan moest er ook eentje geleverd worden aan de Duitsers. En nou, mijn ouders die hadden een heel klein biggetje. Die kreeg niet zoveel eten, was ook nog wat jonger. Maar het varken wat we dan zelf wilden hebben, dat werd goed gemest. En die werd geslacht. Stiekem. En ja, mijn moeder was nogal wat zenuwachtig. Die was bang.
En dat de Duitsers of de landwachters langs zouden komen. Maar op een gegeven moment, op een avond, zou dat varken dan in kleine porties worden verdeeld en verduisteren. Nou, deuren op slot. Mijn moeder die zat te beven bij de tafel, maar in het achterhuis waar het varken dan werd verdeeld, daar merkte men niks van. En op een gegeven moment, ja hoor, werd er naar de deur gerammeld. Nou, mijn moeder naar de deur. Ja, bleek een landwachter te zijn. Ook nog iemand uit de buurt. Die zegt, we zijn bezig met de controle, Tine. Nou blijkt ons dat een verduisteringsgordijn is niet goed. Daar zit een gat in. Daar moet je man wel even maken morgen. Oh, nou, het is goed dat ik dat weet, zegt ze. Dan zal ik dat tegen hem zeggen. Dan kan hij daar morgen mee beginnen. Ja. Nou, en hij draait zich om en hij wil weggaan en draait zich nog eens weer om naar mijn moeder en die zegt, de man u die moet ook even voorzichtig wezen met de slachterij, hoor. Nou, daar hing hij. Dus er waren ook nog goede landwachters. Nou, als de vliegtuigen vanuit Duitsland kwamen, dan moesten we van bed af, hoor. Kleren aan. En dan mochten we ook nog leven soms even buiten. Maar anders dan, luisteren natuurlijk, hè. Wat kan het gaan zo op? Wat kan het gaan zo op? Mijn vader was daar ook een beetje, niet zo bang zijn, maar dat gebeurde soms toch wel. We moesten wel van bed af. En er was soms een lawaai en dan kwamen ze eraan. De Tommies zeiden ze dat tegen, hè? De Tommies kwamen eraan. Nou, dat was wel altijd heel angstig, hoor. Maar dat die vliegtuigen, dat was spannend. Dat die vliegtuigen daar toen in de brand gevlogen zijn, dat was heel spannend. Maar daar woonden wij weer te ver van af, omdat daar konden we niks van zien. Nee. Want daar stond ons schuurtje ook net voor. Dus daar konden we verder niks van zien. Ja, je keek er wel heen en het brandde wel. En toen werd er gezegd, er is een vliegtuig naar beneden gekomen. Maar ja, we konden verder niks van zien, hoor. Alleen maar vuur, vuur, vuur. En lawaai. Vreselijk stuk lawaai. Dat weet ik nog wel. Dat was wel even spannend. Dit is een van mijn topstukken van het museum hier in Kolham. 11 december 1943. De Engelsen, maar ook de Amerikanen, die bombardeerden dag en nacht wat dat betreft Duitsland. En op 11 december 1943 overdag was het ook weer zover. De Amerikanen vlogen voornamelijk overdag. Het was een aanval op de Duitse havenstad Emden, hier niet eens zo gek ver vandaan. Een van die toestellen, dat was de B-17 Wild Children. Met als eerste piloot Francis R. Gerald. Zij vlogen mee, ze hebben het doel bereikt. Ze hebben hun bommen gelost boven Emden. Maar goed, ze kregen al behoorlijke beschietingen van de vlak die om Emden heen stond. En ze werden ook nog aangevallen door andere vliegtuigen. En op een bepaald moment heeft de piloot, Francis R. Gerald, die heeft gezegd, iedereen abandon toestel, oftewel iedereen met een parachute naar beneden. En ook alle 10 bemanningsleden die zijn gesprongen voordat het toestel hier neerkwam aan de huidige pilotenweg, even buiten Harkstede, achter de grote monumentale kerk. Een van de mensen die kwam hier nog vlakbij het toestel, zaten er nog 2 bemanningsleden in. Eentje die is hier vlak in de buurt neergekomen, even direct buiten de bouwde kom van Harkstede. Eentje is onderweg richting Ruisgebrug aan de linkerkant.
is die neergekomen. Eentje is in Oosterhoogebrug neergekomen. En ik weet ook dat er eentje is neergekomen ter hoogte van de huidige Albert Heijn en Ruisgebrug. De andere bemanningsleden is nog altijd onbekend, maar waarschijnlijk ook richting Ruisgebrug, eventueel Zuidwolde of wat ook. Ik heb er al heel veel onderzoek naar gedaan, maar ik kan er helaas niet meer precies achter komen. Het toestel is bewaakt natuurlijk door de Duitsers. En die is naar een aantal, het heeft nogal even geduurd, maar in januari, februari zijn de grootste delen achteruit het veld met paardenwagens afgevoerd naar de weg. En vandaar op vrachtwagens naar de zogenaamde Serleger-betrieben. Er waren bedrijven die sloopten de vliegtuigen en het aluminium werd dan weer door de Duitsers gebruikt. Dit is een originele mitrailleur van de B-17 van Harkstede. Die is in 1976 opgegraven op ongeveer een meter diepte. Hij is natuurlijk totaal onbruikbaar met een kromme loop, helemaal verroest en wat ook. En het bijzondere van dat toestel is dat ik hier nog een van de vleugels heb. Er zaten vier motoren op, met op iedere motor drie van deze propellerbladen. En dit propellerblad die is door iemand gevonden. Die woonde achter de huidige Grunostrand. En die jonge man die rende vanaf het Grunostrand, wilde die naar dat toestel rennen. En die is op een aantal honderden meters nog vanaf de plek waar het toestel is neergestort. En die ziet daar plotseling deze propeller liggen. Het was in de winter dus. Had wat licht gevroren. Het was heel helder weer. Die meneer, die jonge man, die bedenkt zich niet. Die pakt die propeller op. Let op, hij is loei zwaar. Ik kan het geloven willen of niet. Hij neemt hem op zijn armen. Hij loopt naar de sloot toe. Hij laat hem in de sloot donderen. Hij springt nog in die sloot om hem goed aan te duwen. En hij verdwijnt min of meer in de modder. En laat hem vanaf december dus 43 mooi liggen. Dan krijg je nog de inundatie. Dat alles hier, ook bij ons in Harkstede, onder water kwam te staan. En pas in de zomer van 1945, toen alles weer werd drooggemalen, ging hij naar die plek toe. Heeft hij dat propellerblad meegenomen naar huis en buiten tegen het huis aangestald. Hier zie je nog een stuk van een parachute. Hier zie je nog zoals de manschappen er destijds uitzagen. Omdat het beren en beren koud was op grote hoogten. Maar de Amerikanen, en in tegenstelling tot de Engelsen, hadden ze vrij goede kleding. En ook kleding die min of meer werd verwarmd. Verder hadden wij hier in dit gebied eigenlijk helemaal geen oorlogshandelingen. Alleen wel later in de tijd, 42, 43, toen hoorde je toch geregeld bijna iedere avond de grote groepen vliegtuigen overkomen van de geallieerden die richting Duitsland gingen voor bombardementen. En dat heb je dan wel weer bij je. En een van die herinneringen is, dat was in Zuidlaardermarktavond, oktober 1943, dat wij lagen al in bed, maar toen denk ik dat een van die vliegtuigen is benaderd door wat jachtbommenwerpers van de Duitsers. Die hadden bommen bij zich en die hebben ze losgelaten. Drie van die bommen die zijn vlak bij onze boerderij in het land neergekomen, maar gezien ze denk ik van hoge hoogte kwamen en een groot veenpakket zijn die bommen wel tot ontploffing gekomen, maar alleen vrij diep in de grond. Er kwamen grote kraters in de grond, met de grond lag overal, maar er was geen schade. Maar dat was ook een van de herinneringen die je toch bij je houdt van het oorlogsgebeuren. De oorlog werd steeds meer voelbaar en dreigender. Het dagelijkse leven van inwoners werd steeds meer ontregeld door het ingrijpen van de Duitsers. In 1943 leidde dit tot een dramatische gebeurtenis in Woudbloem. Maar het was, we hebben van alles meegemaakt. Scheiterij, nergens hebben ze stoken en zo, hebben ze Woudbloemfabriek hebben ze gewoon doodschoten. Ze hadden geen pardon. En dan bij de bevrijding, bij Lubbers, is een soldaat doodschoten. Bij Grand of twee. Die bij Lubbers, ik hoor hem nog zeggen, mijn moeder. Een jonge soldaatje van 15, 16 jaar. Ja, de ene dag ben ik gekomen, die mensen ben meegenomen. En die waren ook vrij makkelijk. Ze hadden nooit verwacht dat er dik ongeluk met gebeuren kon. Alleen dat ze even gestraft werden, maar nooit
die vreselijk gestraft door aan zijn hoeden brengt. Het kon natuurlijk, je weet net zoals te werk gesteld werden in Duitsland, daar hadden ze een kans had, maar dit was onvoorstelbaar erg, omdat die fabriek jou niks voorstelde en alle. Hij draaide maar op halve kracht en het was midden in de zomer, ook niet in de campagne, dus het was voor onderhoud. En hoe ze daarbij kwamen om dit zo aan te pakken, onbegrijpelijk. De fabriek, de aardappelen van de fabriek gingen van derde naar Duitsland als consumptieaardappelen, dus het stagneerde. Totaal niet het Duitse leger, op niks, op geen enkel geval. Dus hoe ze zover kwamen hier, onbegrijpelijk. De oorlog werd steeds grimmiger. Om de komst van de geallieerden tegen te houden, legden de Duitsers een verdedigingslinie aan. Op 18 september 1944 zette de Duitse bezetter de zeesluizen van Delfzijl open om het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal onder water te zetten. De dijken van het Slochterdiep werden doorgestoken. Het gebied kwam onder een halve tot 2 meter water te staan. Dat had negatieve gevolgen voor de inwoners van het gebied, maar uiteindelijk ook voor de Duitsers zelf. Eerst konden ze er nog omheen, maar tijdens de capitulatie liepen ze erin vast. Ja, dat inundatiegebied had ook een voordeeltje. Nou, het water dat zou in eerste instantie komen tot de spoorlijn van het Woldjespoor. Maar daar heeft men om een of andere reden van afgezien en toen bleef het bij ons achter de knaaldijken van Scharmeroospolder. En toen dat onder water stond en de winter inviel, toen konden wij daar naar hartelust schaatsen. Een grote schaar. Het was één grote vlakte. We reden zo even heen en weer naar de Waldbloem. Ik herinner mij nog een nare valpartij. Ik was samen met mijn vader op de schaats vertrokken en ik had mijn handschoenen vergeten. Nou, gaan we terug, zei mijn vader. Ik zei nee. Ik steek mijn hand in de zak en dan rijden we wel verder. Dat is niet verstandig, zei mijn pa, want als je valt, dan kan je je lelijk bezeren. Ik zei, ik val nooit. Ik had het nog niet gezegd, of ik viel voorover, ik struikelde over een rietje. En ik val voorover met mijn hoofd op het ijs. Nou, ik had enorm zien, boven mijn lip als een Zulu. En we zijn rechtsomkeerd gegaan en ik heb mijn handschoenen opgehaald. Als het kalf verdronken is, dan dempt men de peur. Ik ben dus Kees Kuipers. Ik ben geboren 23 mei 1937. Ik ben van begin van die oorlog, weet ik eigenlijk heel weinig van. Dat was ik nog maar, ik ben nog maar goed 3 jaar oud. Wat ik mij ervan herinner ken, dat is het meeste dat is in die tijd dat wij in de inundatie zaten. Dat we onder water kwamen te zitten. En, maar er is nog geval. De hele buurt die was geëvacueerd. Maar wij zaten hier. Onze boerderij die stond hoog. Dus wij zijn niet geëvacueerd. We hadden nog wat koeien op staal. Die hadden vroeger op de grupstaal. Ik weet wel dat mijn vader wel vertelde. Als het water dan met de westenwind erg opstuurde. Dan kwam in die grup er kwam nog wat water in. Dus, maar verder zijn wij dus niet weg geweest. De weg lag bij ons voor de boerderij. Die was dus droog. En we hadden dus een pad vanaf de boerderij naar het droge gedeelte van die weg. Hebben we strooppakken daar liggen. Als het water goed opstuwde, dan was hier op de weg. Toen kon het op de laarzen kon het nog zo'n beetje begrenzen. Maar dan liep het daar over de laarzen. Wat ik nog weet, wie hier zijn bleven wonen. Dat was dus een onderwijzer hier bij de school. Net tegenover school er stond een café, dat was café Hamiga. Die stond er nog en aan de andere kant van de brug had je dus fietsenmaker Stedema. En dat was Bakker Bos, zat ernaast en daarnaast daar woonde nog Smit van de Broek, die woonde nog. In de boerderij waar Ties Wit nou woonde, daar woonde, dat was een Ebert Veldman die daar woonde. Maar toen wij dus onder water zaten, dus toen viel de winter die viel in. En dat kan ik me nog wel weer goed herinneren. Toen bonden ze me thuis. Binnen bonden ze me de schaatsen onder.
En toen ging ik op, heb ik echt schaatsen geleerd. Toen kon je schaatsen leren. Die werden in die tijd dat er geen fors waren bij onze, naast onze woning hebben we dus een hut staan. En daar stond een boot, lag daar. Dus daar voeren we met de boot, voeren we daar richting Slachterdiep. Ik kan ook maar voorstellen dat we vroeger een keer het veld in voeren. En achter op ons bedrijf, daar was de grond iets hoger. En toen tegen het voorjaar, ik kan me voorstellen, dat het overal een beetje een hoogte was. Er zijn nog vogels die daar broeden. Verder in die tijd dat we dus onder water zaten, toen gaf de onderwijzer, die gaf ons ook nog wat onderwijs, heb ik nog wat onderwijs gehad. Waar ik me er ook van herinner, dat ik nog een keer, ik had dus een vrijgezelde tante, een tweelingzus van mijn moeder, of van mijn vader, dat die een keer bij ons kwam met die fietsen, van een bruggetje naar de boerderij en die fietsen daar voorbij. Dus die zat er hals in het water dus. En wat ik me dan ook nog herinner, we hebben toen ook nog een keer in Café Amiga, hebben dus nog een keer Sinterklaas gevierd. In die oorlogstijd toen was Siep van Loenen was bij ons. Die is altijd bij mijn vader op bedrijf geweest. Dus die is in die oorlogstijd min of meer ondergedoken geweest. En die heeft me vaak verteld, hij zei, we hebben Sinterklaas gevierd in Café Amiga. En jij zat bij mij op schoot. En daar had je helemaal in de gaten. En dat vertelde vaak. En dan zei, weet je waar ik zwart mee gemaakt ben? Het was met zwarte schoenpoets. Dus dat is degene wat ik me eigenlijk ervan herinner. Verder weet ik er niet zoveel meer van. Ik ben Boedie Nodder. Ik ben geboren 7 augustus 1935. En toen de oorlog uitbrak, was ik 5 jaar. En mijn pa was militair in Utrecht, in Nederlandbroek. En ben ik met mijn moeder doorheen gegaan. En toen ik kwam, zei ik door de bom van. En een koentje sprong geen zin omhoog. Dat, als kind zijnde, ja, vast aan hoor, maar ik zei, de haal doe voor mij dat die beest naar omhoog sprong. En toen ben ik door een poren lood en ben ik weer teruggegaan hier naar Exeter Wichtel. Mijn moeder en ik. Dus dat kan ik me nog ook van herinneren. En ook dat we dus de Duitsers doorkwamen. En aan de eigenste weg was allemaal tankroom. En dan de landminen ligt. En dat ging voor de Duitsers dus, of de Engelsen, of de Amerikanen, nooit het Engels kon. Toen lagen we strooppakken in. En die strooppakken, dan plakken overheen. En dan kon we de mooie, voor jongens zijn, er overheen lopen. Dat mocht wel nooit, maar wie deed het wel? Dat was ook wel altijd leuk als kind zijnde. Later, ik kan me ook nog herinneren dat we dus, in de oorlog was dat, dan gingen ze ook vlammetjes boven ons langs en dan ging mijn pol in richting. Waar richting was ik nooit meer, maar zo is er wel vlogen. Is ook een vlammetje als een jongetje naar beneden kwam. En dat je is in het land terechtkwam, dat was op een zaterdagmorgen. Ik kwam toen, wie kwam van school, om 12 uur waren we vrij. En we hadden allemaal Duitsers om touw, dat we daar zijn kon. Dat we moeder nooit meer kwam. Dat kan me ook nog herinneren. Wat ik me ook nog herinneren kan, dat de onderduiken zaten. En dan, als het landwacht aankwam, en rijk meer kinderen zijn er. Landwacht, landwacht. En hij ging dus allemaal weg, geen veld in, slingen in koren of ergens anders, maar ik nooit meer. Wat ik ook van een kind dat de Duitsers, de onderdukers, die ook feestjes zingen. Zo doen met de keizer van Japan, zo'n ding, die zongen ze allemaal. Dat kan je ook nog herinneren. Wat me ook nog een klein beetje biest uit, dat is de oorlog verder, toen werd we, ja, dat was in een gegeven moment, vloog de bom dus ook weer weg, dan gingen ze vluchten. En dan gingen ze de jongens langs, met kern, fietsen. Peter woonde met jongen of zoiets, maar er was een halve optocht dat ze weggingen. Dan ging je richting Roeskebrug en dan probeerde ze door de Delftschiel te komen. Dat kan me ook nog eens een beetje voorstellen. En ook nog dat ze dus weer in een kelder zaten.
dat de Duitsers eroverheen vlogen, of de bom eroverheen vlogen, dat ze wel oorlog kapot moeten hebben. En door ook mensen in de woonbouw, die denken aan de ene kant en de burgersloot dus aan de rechterkant. En dan vonden ze niet veilig, hebben ze aan de andere kant gewoon. Dan dachten dat het veiliger was, maar dat was niet nooit zo. Toen hebben ze een voortreffer gekregen en mevrouw Wens is dan bij doorgekomen. Nog verder heb ik het niet voor me, denk ik. Toen werd alles onder water gezet. Maar wij bleven eerst, bleven wij daar buiten. Toen konden we nog in ons huis blijven. We hadden het net aan de deur toestaan. Maar we konden thuis blijven. En de buren die hadden een bootje. Nou, en dan gingen we s'avonds om de buurt gingen we bootje varen. Ja, dat kan me heel best herinneren. Maar toen later, toen het verder naar de bevrijding toe ging. En toen werd het winter. En toen begon het te vriezen. En mijn vader en mijn zwager die mochten heel graag schaatsen. En ik zelf ook. En dan gingen we, iedere avond gingen we schaatsen. Maar het was toen heel mooi weer met maneschijn. En toen gingen we altijd naar Walter Bakkers en Riets. Ja, wat zeggen ze er ook tegen? Ja, nou. Nou, in ieder geval overdwars naar Walter Bakkers en land. En daar was het heel vloot. Nou, en daar schaatsten we dan steeds heen en weer. Ja, soms was het een paar uur. En toen op een avond gingen we terug. We konden een padje anders wel, waar we altijd langs gingen. Maar toen op een avond, toen ging het net mis. Toen zijn we in een wak gereden. Mijn vader aan mijn linkerkant. Ja, en mijn zwager aan de rechterkant. Ik schaatste tussenin. Ja, en toen heeft mijn zwager mij eruit gedrukt. Hij kon nog net met een voet op de grond komen. En toen kwam ik er eerst uit. En toen mijn vader, ja, en toen hij zelf. Oh, en toen had mijn vader zijn pet was ik kwijt. En die lag nog in dat gat. En die wou ook nog weer terug. En wij hielden hem vast, want hij wou terug. Hij kreeg geen nieuwe pet weer. Die waren er niet te koop. Ja, dat weet ik ook nog heel best. Dus en toen wij naar huis, en toen stonden we stijf van, ja, we waren helemaal bevroren. Nou, en daar was mijn moeder niet blij mee, want ze had net gewassen. 3 rekken met wasgoed. En toen kwam er nog van 3 mensen bij. Dat moest allemaal nog gewassen worden. Nou, je kunt wel nagaan wat voor een kleurtje of dat had. Helemaal gevroren. Maar we zijn er doorgekomen. En ook niks van overgehouden. Geen grieperij of. Dat weet ik ook heel best dat dat gebeurd is. Ja, de radio. Radio die komt bij mijn grootouders vandaan. En mijn grootvader die bij een druidenvaardig zaak. En dat duurde een paar maanden en daar kwamen we helaas te overlijden. En ja, ze waren beide al slim oud en daar zeggen de zusters van mijn moeder, die zeggen, ja, maar moeder kan hier nooit blijven. Dat die moet maar nog een van ons doen. Dus en, dat is ook gebeurd. En dan moest het huis leeg. Dan zegt op een gegeven moment, zegt mijn moeder, ja, die radio, die wil ik graag hebben. Nou, zeggen de andere zusters, die mag toen die radio meenemen. Man, en dat was een feest. Want de opa nog leefde, die ging bij zondagsmorgens wel eens op visite. Maar fijn, de radio, die kwam bij ons. En man, dat was wat. Ik moest over het heugel en dan een koper rood door de onderbalken heen hangen. En er moest een oorlading komen. Maar fijn, dat lukte allemaal. En op een gegeven moment stond de radio bij ons. Radio Oranje.
Want er was niks wat te huur van in de oorlogstijd. En dat begon dan met, nou ik weet niet precies meer, maar met wat muziek. En dan uiteindelijk kwam de stem van de omroeper. Hier Radio Oranje, de stem van de reizend Nederlands. Hier Radio Oranje met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond. De watergeus vaart. Nou, en dan kwam de nieuwsberichten en alles. In de noordtijd, en hij is soms ook maar zo wat gekke verholen, waar geen mens wat van begreep. Ja, de meesten die het aanging, die begrepen het wel. Want, nou, dan hij maar zo'n gezegd, dus, nou, de grenzen komen eraan. Nou, en als je door dan als gewoon meer bijzitten, en ik was ook nog maar een poe jong, dan denk je, wat de grenzen komen eraan, wat moeten die dan? Maar dat was een berichten voor de ondergrondse. En die dat in aanging, die wisten wel als dat bericht komt, dan, nou, dan kwam er weer een of andere wapens en ding, of dat er dan wat parachutisten naar beneden kwamen, die we dan helpen moesten op een of andere manier. Hier zijn allereerst vier bijzondere berichten. Ten eerste, bericht van Bob voor Jan. Blijf op de plaats waar je bent. Ik herhaal, van Bob voor Jan, blijf op de plaats waar je bent. Ten tweede, de kachel brandt haast nooit. Ten derde, de jager vangt een haas. U hoort dan een belangrijke raadgeving. Dit is een raadgeving in verband met de luchtaanvallen van de RAF op hoofdkwartieren van de Duitse Weermacht en Sicherheitsdienst in Nederland. Maar ja, dat kwam in, nou ik geloof dat het 43 was, nou, al, maar ik ken ook nog wel eerder geweest, nee, later. Moesten de radio's inleverd worden. Och, en ik vergeet nooit weer. Mijn moeder die wil die radio groeg houden. En die zegt op een gegeven moment tegen mijn vader: ik kan soms niet wegstappen of zo, wat die een daarvan mogen kan. Ja, zeg je, wat meest, dan komt dat ding nog vluchtig naar Westerburg, wil niks hoor, die radio gaat voort. Nou ja, radio ging ook voort. Want toen ik smiddags door school uitkwam, dat was radio voor. Nou, ja, paar radio weer gebracht. Was ook nog zo. Maar nooit wat ik dacht. Maar ja, op een gegeven moment, mijn pa die had zo'n droogboer hondenrakje maakt. Met een paar lange stokken eraan. En dan moest buurman ermee op. Maar dat rakje dan op het land kwam of zo. En, nou. Dat was nou in die tijd was dat ook weer het geval en toen is de radio is in dat hokje kwam. Maar ja, op een gegeven moment, dat werd haast en winter en dan kon die honden niet langer boven deur blijven, die moesten weer onder dak. Maar ja, die radio. En nooit te vergeten, het speelde zich allemaal af in de tijd dat ik nog schouw was en zo. Want ja, als ik bij ons was, dan was de voorste veel dak op toe, dat kon niet natuurlijk. Dus daar ben ze op een gegeven moment, zijn voor een jaren wat eerder hadden ze net met de vuurkomen flauwer aan de gang geweest. Die lag allemaal leus, er moest wat opgekield worden en zo. En daar hadden ze onder de kachelploot door hadden ze een loop gemaakt, dat ze onder de flauwer komen kon. Want nou, dat ging ook al met oog op flauwerkleid, dat zij niet te veel beschoten zo en zo wat. Ja, daar hebben ze dan die radio onder de flauwer, onder de kachel inzet. Toen was de grond droog zijn, dat wist mijn vader nog van dat ze met de flauwer aan de gang weer staan. En dus, dat ding, het wordt alle tijd, de hele oorlogstijd staan. En dat de
bevrijders geweest zijn, ja, dan kon radio ook wel weer vandaag. Maar ja, daar moesten ze nog maar één dag mee wachten. Nou, dus. Ik kwam op middag tot Schouwroet, tussen de middag. Och, goeie, en toen zag ik toch wel. Alle gedienden voor de glozen weg en de rommel moest open. En dat hij toch in die tijd was, die boerenvrouw, die was namelijk zo gek, want in april die moest al los gaan. Nou, maar eerst dan wel even kijken wat er achter toe staat. Ja, ik zei, daar hoef ik niet naar kijken. Ik zei, ik kon er maar zo naar deur. Wat staat er dan? Och, gooi. En ik wist nooit wat ik zag. Er stond door zo'n oude koukje dus en door zo'n radio in. En die stak er net met zijn rond kop gewoon moest. Man, wat was ik blij dat die radio weer zag. Nou, ik de stekker erin en hem aangezet. Maar ja, er kwam niks. Maar ja, dat was in die tijd was dat ook zo. En dat wist ik achterna, wist ik dat ook wel. Hij moest eerst een beetje warm lopen. En nou, wie stond er nog wat bij? En eenmaal, ja hoor, muziek. Nou, ik kan je nooit vertellen hoe blieder dat ik was dat ik weer muziek uit die radio hoorde. En we hebben er nog jaren plezier van gehad. Het was maar nogal, denk je, maar hij deed geweldig. En dat was het verhaal van opa's in radio. Dan hebben we hier de bevrijdingshoek. Bevrijding, ja, voor ons kwam dat in de aprildagen van 1945. Maar het zuidelijk gedeelte van Nederland ging al eigenlijk vanaf september 1944, met name door marketkade, et cetera. Wat helaas jammerlijk grotendeels mis is gelopen, of tenminste voor een groot gedeelte. Vandaar dat het een stil front is geweest in de hele winter van 1944-1945. En uiteindelijk resulteerde toch in de opkomst van de Canadezen en de Polen langs de Duitse grens richting Drenthe, Groningen en Friesland. En het was op den duur de 14e april 1945 dat Harkstede werd bevrijd. En ja, je ziet hier vrij veel spullen van de Canadezen. Toen ik ongeveer 50 jaar geleden begon te verzamelen, kon je nog wel het een en ander kopen op beurzen, markten, op floormarkten, etc. Ik moet wel zeggen dat nu zo goed als afgelopen is, helaas. Vroeger kon je nog wel eens, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de mobilisatieperiode, kon je nog wel eens dingen op de kop tikken. Vandaar dat deze ruimte eigenlijk op zich ook groter is dan de mobilisatieperiode. Je ziet hier allerlei dingen. Je ziet hier hulzen staan, je ziet hier jerrycans staan. Je ziet hier afbeeldingen van squadrons van de Canadezen. Echt alles wat betrekking op de bevrijding heeft. Je ziet hier nog een pop staan. Die heeft een origineel uniform aan. Die heb ik van een Canadees gekregen. Die is in 1984 met zijn vrouw bij ons geweest. Het was 2 jaar later. Mijn vrouw was jarig. En er komt een grote doos uit Canada. Die denkt, nou zit een cadeautje voor me in. Nou, die was dus niet voor haar, maar die was voor het museum. Dat is een originele uniform uit de Tweede Wereldoorlog. Bob Gibson uit Toronto. En ik heb hier nog een foto waar hij met zijn kameraad op staat. Met absoluut hetzelfde uniform. En ja, je kan je wel voorstellen dat ik daar natuurlijk ontzettend blij mee was. Ze zijn later nog een paar keer terug geweest. Ze zijn beide inmiddels overleden. Maar hij vond het fantastisch dat hij hier weer in Nederland als bevrijder staat. Om even een beetje bij ons in de buurt te blijven. Dit is ook wel heel leuk. Dit is verband, verpakking. En het is geschonken door de Canadezen aan de oude Dr. Berg in april 1945. Ik heb hier nog een kist staan. Daar zaten granaten in. Dat is een 25 ponder. HE, High Explosive. Hoog explosief betekent dat. En die heb ik van Dries Kruisega uit Harkstede gekregen. Ik was daar een keer op bezoek, toen zegt hij, ik heb nog een kist bovenop de zolder staan, heb je er belang bij? Ik zeg, nou, ik heb al zoveel. Hij zegt, ik wil hem wel even laten zien. Nou, hij hield hem van zolder in, met name die 25 ponder HE, ja, dat is uniek. En ook vooral omdat hij uit Harkstede komt, is dat natuurlijk een fantastisch mooi item om hier te kunnen tentoon te stellen. Tussen al mijn andere stukken. Er is een binding dus mee. Deze heb ik...
het vorig jaar geschonken gekregen door de heer Mulder van de Hoofdlaan in Haarstede. Die is ook gebruikt door de Canadezen hier in Kolham, waar mijn museum is gevestigd. Je kan hier nog zien de arrow, dat is de pijl, met een C eromheen, die staat voor Canada. En die is gebruikt om benzine en andere vloeistoffen in hun voertuigen te doen. En na de oorlog is die op een regenbak geplaatst. Je kan de gaten hier onderin nog zien, maar het is absoluut een stuk die men zelden tegenkomt in Nederland, ook in Nederlandse musea, etc. Dan zie je hier nog de jerrycan, dat is ook wel een heel leuk item. Ik weet niet of iedereen het weet, maar eigenlijk betekent dat, hij is ook uitgevonden door de Duitsers, het betekent een jerry is een scheldwoord voor een Duitser. En een blik, dat is dus de can, dus eigenlijk betekent het een moffenblik. Er zijn heel veel verschillende uitvoeringen, de Duitsers hebben hem uitgevonden in de Tweede Wereldoorlog, maar hij is al direct nagebouwd door zowel de Engelsen als de Canadezen. Dan hebben we bij deze jerrycan, heb ik hier nog een drietal mooie vrouwen staan, mijn vrouwen zeg ik altijd. Die hebben een absoluut originele oorlogskleding aan. Dit is een pyjama gemaakt door de gezusters Visser. Meneer Visser was later notaris in Slochteren, uit allerlei lappen stof. Hier zitten tig verschillende knopen aan, daarom vind ik het ook zo'n mooi item. En deze twee vrouwen, dat is helemaal uniek. Die hebben beide een zogenaamde bevrijdingsrok aan. En dat is een rok die direct na de oorlog, of na de bevrijding eigenlijk, werd gemaakt door honderden Nederlandse vrouwen. En je kon je ook inschrijven in een zogenaamd rokkenregister. Ze zijn vrij zeldzaam. Ze zijn net uitgeleend geweest. Ik had drie stuks. Vorig jaar voor een tentoonstelling in het Groningen Museum, die helaas weinig open is geweest. En het super unieke ervan is dat deze rok, die is afkomstig van een familie Venhuizen. Die woonden in Lageland. Maar door de inundatie in het najaar van 1944 moesten zij dus andere woonruimte zoeken. En toen zijn zij terechtgekomen in Dijkshorn, direct achter Ten Boer, richting Appingedam. En daar heeft die mevrouw Venhuizen heeft deze rok gemaakt. Het bewijs hiervan kan ik laten zien. Hier staat ook inundatie. Er staat ook nog een datum op van 24 oktober, inundatie. En hier staat boven Dijkshorn. Deze rok dat is nog weer ook door het Groningen Museum helemaal nageplozen. Die is dus door die familie afkomstig uit Lageland, is gemaakt in die periode direct na de oorlog. Dus dat, ja, dat is een super zeldzame iets en daar ben ik natuurlijk ontzettend blij ook mee. Dat, ja, deze kleding ook, dit zijn allemaal puur, absoluut originele kledingstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar was het einde volgens mij. Oh nee, en toen we bevrijd zijn, toen kwamen ze van de Borgweg af. In het laatste stukje van Bieleveldslaan bleven ze staan. Nou, en toen hebben ze nog een flink geschoten. En toen was er bij Bakker Lubbers op de stoep lag iemand en die was overleden. Die hebben ze geraakt. En de rest is weggegaan. Ik ben in de school geweest toen die jongens daar in de school lagen. Toen was het een gekrijs en gehuil. De ene riep om zijn moeder, de ander om zijn vader. Nou, en er waren de mensen bij die riepen om kinderen. Eén riep om broertje, ander riep om zijn vrouw. Dat was verschrikkelijk. Dat was heel, heel erg om daaraan te horen. Ik ben daar met mijn vriendin geweest, maar we zijn er niet lang geweest, want dat was niet om aan te horen. Dat was verschrikkelijk. Ja. Dat was in de klas, gewoon in het lokaal? Ja, dat was gewoon, ze lagen daar gewoon in de school. Dat lokaal dat was leeg volgens mij. Het was het lege lokaal van de school. Oh, okay. De voorste klassen die waren bezet door de kinderen dan, hè, die naar school gingen. En was één lokaal was vrij. Dat kwam misschien ook wel van stoken, dat ze minder brandstof nodig hadden. Dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Maar ik weet wel dat er maar twee lokalen gebruikt werden. En die één, nou, en daar werden ze toen neer en ja, ingebracht. Ja, dat was verschrikkelijk.
Uiteindelijk ruimden de Duitsers het veld en kon aan de wederopbouw begonnen worden. In vrijheid.